Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag maandag. Ik heb net rijles gehad, jongens. Het ging goed. We hebben nu echt wat meerdere dingen gedaan. Ik heb dus mijn examen ook al ingepland. En we hebben heel veel lessen ingepland, gelukkig. Dus helemaal top, helemaal leuk. Ik had het wel echt super warm, want we moesten dus... in parkeren, file parkeren. En dat draaien met dat je moet steken steeds en zo. En toen stond die zon vol op ons en ik kreeg gewoon helemaal benauwd. Ik zweette me kapot, gelukkig zie je het niet. Maar ik ga me nu wel heel snel omkleden, want ik ga richting Mees. Mees gaat met zijn moeder, willen ze ergens heen, zeg maar, met de hond. Dat ze een groot rondje gaan lopen. En ik vind het wel leuk om mee te gaan. Ik ging sowieso naar Mees. Maar ik ga nu heel snel mijn spullen pakken en daarheen. Dus ik zie jullie dan. Oh nee, ik wou nog wel wat zeggen. Kijk, van To The Moon en Back had ik leuke pakketjes binnengekregen. Ik heb daar een samenwerking mee. Ik heb heel lief deze broek gekregen. En ik moet er nog even aan wennen, want het is echt een beetje een hipsterbroek. Maar ik vond hem wel heel leuk. En hij zit ook wel gewoon mooi aan. En hij is ook qua lengte gewoon top. Ik heb deze oorbellen die ik in heb. Ik vind mezelf echt een tutje ermee. Maar ik vind het heel leuk. Maar het is dus wel even wennen. Deze pareloorbelletjes. En ik heb ook deze oorbel. Dit is er eentje gewoon. Deze. Echt super cute. En nog een broek. Een witte flare broek. Die is ook echt heel mooi. En het is dus van To The Moon and Back. Ik zal wel even een foto, want ik moet hier een foto mee gaan maken. Erin zetten met hun Instagram account erbij. Kunnen jullie even kijken. Maar wat ik dus zei, ik moet wel een beetje opschieten. Dus ik zie jullie zo. Hobbeltje. Hij is wel te doen. Oh, het ziet eruit. Zo. Hi. Ik heb helemaal niks meer gefilmd vandaag. We waren dus in de middag met die hond gaan lopen. Sorry, deze overbelichtheid. Loop jij. We waren dus in de middag met die hond gaan lopen. En hij gaat zitten. Doe maar vol. Hoezo moet ik hem optillen hier? Kom maar, schat. Kom maar, jongen. En Scott heeft niet de tijd om mee te lopen, maar hij is echt zwaar. Hij weegt nu 11 kilo. Maar wat ik dus wou vertellen is dat we dus hebben gelopen met die hond en verder eigenlijk niks hebben gedaan. Dus daarom heb ik ook niks gefilmd. En ik had toen met die hond ging lopen ook niks gefilmd, want het was best wel koud met die wind en alles. Nu heb ik het ook best wel koud. Corona. Wat kom jij? Met je corona. Wat kom jij? Wat kom jij? Dus dat nee. Voor vandaag. Doei! Dat was het niet en voor dat vandaag. Voor ik wil... vandaag. Ja, ik wil zeggen dat was het niet voor vandaag. Want kijk, hoe schattig is dit, wacht. Zie je al die pootjes? En dan wees voetafdruk. Hé, Scotty! Al jouw pootjes! Al jouw pootjes! Ja, ja! Brave Dougou. Nou, was weer leuk. Oké, Meesje kwam net met het grandioze idee dat ik moest gaan touwtjes springen. En net moest ik het de eerste keer, moest ik 20 keer achter elkaar, gewoon zonder te stoppen en dan zou ik een massage krijgen. En bij de hoeveelste ging ik mis? Was 17 of zo. Dat is echt heel lullig. Toen kreeg ik een tweede kans. En toen moest ik 25 keer. Toen ging het mis bij de 20ste keer volgens mij. Nu heb ik mijn derde kans. Nu moet ik 30 keer. Dan krijg ik een massage, 15 minuten. Ja? 10. 15. Nee. Het is 30 keer springen, hè? Ja, dus. Okay. Meesje heeft het ook 2 keer gedaan en toen had hij ook die kans, maar dat was hem ook niet gelukt. En ik kreeg net helemaal de slappe lach. En ik moet bijna mijn broek pissen, maar ik heb nu geplast. Dus geen zorgen. Oké, kan we beginnen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, en door de grond. 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. Het is goed voor je. Nee, het is niet goed voor me.
Mees gaat voor de 30. Let's go. Jouw buik, jongen. Oh, Mees zegt gewoon dat ik dik ben. Dit gaat mis. 3, 4, 5, 6. Zelf tellen. 8, hardop. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja. Oh my god, ik vind het zo jammer dat die eerste twee niet op beeld hadden. Want dat was zo grappig. Goedemorgen, ik ben alweer thuis vanaf Mees. Mees moest vanochtend werken, dus ik was gewoon al echt om 8 uur of zo weg. 7 uur. Dus ik had nog wel even uitgeslapen. Daarna had ik nog heel veel die hond uitgelaten en eten gegeven. Want Mees moeder die werkte thuis, maar die zat in een kal. Dus ik dacht, nou doe ik even. En het was best wel lekker weer. En de scooter was wel het frisser, maar het was nog best wel lekker weer. Maar ik ga weer koffie zetten, want mijn moeder zei van, jij hebt ook allemaal choco koffie en zo. En ik hou dus wel van choco. De chocola gewoon en zo. Dus mijn moeder zei, nou ja, kan ik een keer meenemen. Dus mijn moeder heeft het nu meegenomen. Want zei ze, ja, we hebben Milka, Twix of Nesquik. Dus ik zei, nou, verras me maar. Dus ze heeft nu Twix meegenomen, zag ik. Dus die ga ik doen en ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn. Kijk hoe nice. Oh, ik had er volgens mij al eentje gepakt. Ik had er eentje gepakt. Huh? Waar heb ik die gelaten? Oh, hier. Kijk. Nou, ik ben zo benieuwd. Oké, dan doen we zo. Zo. Oh. Deze loezel, die heeft iemand godverdomme vergeten eruit te halen. Deze erin. En dan zie je hier, zeg maar, hoeveel streepjes die moet. En dan kan je dat hier stellen. I'm so excited. Oh. Oh, ik weet niet meer hoeveel streepjes. Oh, ja, staat hier ook. Ik moet 2 streepjes overlaten. Dus doe zo. Oh, maar ik had hem eerst aan moeten zetten. Ik ben niet zo handig met dit. Maar hij is best wel snel warm. Oké, dan zit hem warm. Kijk, ik ga hem proeven. Als je iets door mij heen hoort praten. Ja, Char heeft me vandaag. Char zit in een call in een meeting. Moet ik eerst even roeren, denk ik. Zo, dit is echt heel zoet. Dit zou ik wel drinken, maar het is echt heel zoet. Maar het is wel geinig. Het smaakt ook wel echt naar Twix. Ja. Ik ben helemaal klaargemaakt. Waarvoor? Ik moest foto's maken. Want ik had wel dingen gericht van To The Moon and Back. Had ik al laten zien. Onder andere dus deze witte flare broek. En deze oorbelletjes. Ja, ik had het volgens mij al laten zien. Dus daar heb ik een foto voor gemaakt, maar ik wil jullie laten zien. Charlie is vrijdag jarig, dus beneden. In de gang hoor ik. Maar ik kan de cadeautjes nu al laten zien, aangezien dit in één vlog komt. Dus ga ik even doen. Want dat vind ik wel leuk. Als eerst. Ik ga niet zo hard praten, aangezien ze hier beneden in de gang staat. Ons hoort madame het. Deze. En dat is dan deze. En deze. Very cute. En een heel leuk joggingpak. Maar dat zien jullie vrijdag eigenlijk wel. Maar ik wou dit even laten zien. Want ik vond het echt heel schattig. En ook hoe dit zo geleverd wordt. En dan had ik dit er zeg maar extra bij besteld. Maar ik zie nu dat hier stickertjes op zitten. Met de prijs erop. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat ga ik even weghalen. Dus heb ik dit en een leuk joggingpak. En papa en mama hebben ook echt hele leuke dingen. En Max ook. En ik geef het samen met Mees. Dus nou ja, ik heb er helemaal zin in. Ik vind het helemaal leuk. Dus nu is Char jarig. Die week erop is papa jarig. En 2 weken daarop of zo. Ongeveer 3 weken. Dan ben ik jarig. Oké, dat was dus even onze jam sessie. Bijna vooral, Charlie niet per se op de camera. Want hij heeft zich nog niet klaargemaakt, maar ja, je hoort er even zin in.
goedemorgen. Ik ben echt net een kwartier wakker. Dat kan je misschien wel zien. Ik heb gewoon heel snel een roomag joggingpakje aangedaan. Want ik had weer een afgesproken action met Charlie. Ik weet echt niet waarom. Charlie die appte gisteren van... wil je ook mee naar de action? Dus ik zei ja hoor. Dat is een afspraak voor mij gemaakt. Maar dat is om 9:10. Dus aardig vroeg. Maar het is nu 9:30. Dus ik heb nog even... Maar ik ga even naar beneden nog even wat eten en zo. En vanmiddag leek me wel om als ik naar Amstelveen ga, maar nu nog even niet. Hi. Ik heb mijn kleren gemaakt. Zo, dat zie je ook duidelijk. Oh, oké. Wacht even. Die belichting. Oké, zo wat beter. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb dit aan. Ik heb dit shirtje van... mijn moeder. Deze broek van To The Moon and Back. Zo straight leg en All Stars heb ik aan. Was dus vanochtend naar de Action. Toen heb ik niks gekocht behalve... Oh, het staat beneden. Ik heb een heel schattig mini potje van Nutella gekocht. En ik had ooit al zo'n klein potje gekregen van Danny, Fanny en Vito uit Italië. En daar stond dan op in het Italiaans iets van mijn hartje of zo. Echt super schattig. Maar die wou ik dus eigenlijk nooit openen. Ik vond dat gewoon zonde. Dus die heb ik nog steeds liggen. Maar ik zag ze nu bij de Action. Het zijn zulke kleine tellenpotjes. Ik laat ze ook wel zien. Toen dacht ik ook wel, die moet ik meenemen. Want ik ga dus binnenkort mee naar Vader Valk. Dat had je me vorige week vlog kunnen zien. Toen hadden we dat gekregen van mijn ouders. Dus we hebben geboekt voor richting mei ergens. En het is ook super chill. Want in dat Vader Valk is dus ook 24 uur lang pizza delivery. Dus dat is helemaal top. Maar over dat Nutella-potje. Toen dacht ik, dat is wel leuk om mee te nemen. Want dan kan ik bij het ontbijt... Kan ik die gebruiken? Want je krijgt vast wel wat. Maar ik eet altijd best wel veel Nutella. Dus ik dacht dat is wel leuk en handig. Nou, mooi verhaal. Dat heb ik dus alleen gekocht bij de Action. Nu ben ik dus klaargemaakt met Charlie. Ik ga naar Amstelveen. We hebben wat shopafspraken gemaakt. Mijn moeder zou eerst meegaan. Maar dat was een gevalletje op werk waardoor ze moest invallen. Dus ik ga die mee. Dus nu gaan Charlie gewoon met z'n tweeën. We gaan naar de Zara en naar de Sting. Meer hadden we eigenlijk niet afspraken gemaakt. Want ja, dat zijn gewoon de winkels die we leuk vinden. Bij de Sting. Daar koop ik eigenlijk nooit zoveel. Maar Char, daar een keer broeken gekocht. Die waren echt super mooi. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik nu wat scoren. Dus dat is de plan. En daarna gaan we nog even naar Annemarie. Ik vind het heel lastig om uit te spreken. Bye bye Anne. Dus in het Engels, koop bij Anne. Zo. Dat zit in Zwanenburg, hier dichtbij. En wij kennen haar dus. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wat ik wil zeggen is, papa had daar wat leuk gezien voor mama. Dus dat gaan we dan ook even doen. Halen. En dan in de avond om 6:00 komt de kapper om deze dode bende af te knippen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Dat is denk ik wat ik wou vertellen, maar niet. Kijk, dit is hem. Is toch cute? Ik vind het cute. Zal ik hem even openmaken? Nee, ik ga hem nog niet openmaken denk ik. Want er zit nog zo'n ding op, dat weet ik. Want dat heb ik dus ook met die van Italië. Maar ik ga hem over een paar weken vlogs pas openmaken. We hebben vanaf 14 tot 15 mei een hotelletje geboekt. Dus dan gaan jullie hem zien. Nou, volgens mij moet je overal afspraken hoor, ook bij Douglas. Nee. Alleen bij Kruidvat en zo niet. Nou, Douglas wij hebben een tassie van de Zara, maar het viel tegen. We hadden echt onze handen vol. Maar qua broeken, ik had heel veel leuke broeken gezien, maar er was geen een meer in 38. Dus nam maar een in 36 en zo mee, maar dat past dus allemaal niet. Helaas, maar ik heb op zich nog wel leuke dingen. We gaan nu denk ik even een sappie halen bij Joe en de Juice hier. En dan straks afspraak bij de Sting. Oh. Auw, ik drink iets te snel. Heb je nog? Auw. Nou, we lopen echt net de Sting uit en het was gewoon één grote flop. Ja, ook net in. Er was gewoon niks leuk. En dan zagen we een leuke trui of zo, of een leuk shirtje. En dan vouw je hem uit en dan zit zo'n buik, zo'n krop ding. Of zit er zo'n touwtje of alles. Echt een aanval. Ik ga er nooit meer heen. Helemaal aanvallen ervan. Oh, dit is heel aas. Eigenlijk heb ik zonder mondkapje lopen. Tjaba, nu nog een broodje halen bij de slager. Ik zit vol van die smoothie. En dan gaan we alleen dus nog naar Anne. En dat was ons shopdag dan. We zijn niet per se geslaagd. Nee. Het valt echt tegen. Ik had gewoon meer bij Zara. Maar ik zei al, misschien dat we morgen nog even naar Hoofddorp moeten.
Heb jij daar zin in? Nee. Charles geen zin in. Maar ik zeg dat we het moeten doen. Want we hadden dus ook voor de kerst zelfs nog, volgens mij, hadden mijn ouders en Max, Charlie vriend, dus een trui gegeven, maar die paste niet. En die moest dan teruggebracht worden, maar de winkels waren dicht. Dus die hadden we ook nog thuis liggen, maar die waren we dus vergeten. Die hadden we eigenlijk nu mee moeten nemen. Maar dat hebben we niet gedaan, dus die moet ook nog terug. Dus daarom zei ik al van ja, het lijkt me gewoon slim om morgen nog even naar Hoofdorp te gaan. Maar Char wil het niet, maar ik denk dat het wel gaat gebeuren. We gaan morgen ook ons nagels doen. Laat even je nagels zien. Je praat echt fucking veel. Ziet er niet uit. En ik heb nog nooit gel lak laten doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het heel mooi gaat zijn. Hé, daar zit een ijskuipje. Ja. Lekker man. Oké. Okay. Ik zei dat ik geen honger meer had, maar ik heb lekker kibbeling gehaald. En we wachten nu op Charter garnalen kroketje. En je ziet daar dus achterin. Wij ook worden geholpen. Zie je dus allemaal kreeft liggen. Maar ja, lekker visie. Ja, echt leuk. Ik weet niet of je het goed kan zien qua belichting. Doe maar we zijn dus geweest bij Anna. En ik heb een hele leuke strap voor aan mijn tas. Charlie heeft een heel leuk jurkje voor haar birthday. En voor mama hebben we een heel leuk pakkie. Een broek met een printje waarin oranje voorkomt. En dan met een oranje blouse erbij. Dus we zijn toch wel geslaagd. En Char ook dus voor de verjaardag. En we lopen nu naar de auto in Zwanenburg. Jezus. Wat dat gedacht. Ja, we hebben echt wel een reisje gemaakt. Amstelveen, Zwanenburg, morgen Hoofddorp. Dat ik zo mijn handen in de lucht doe. Leuk meid, leuk. Wij zouden onze nageltjes morgen doen, maar aangezien we anders nu de hele dag thuis zitten verder, gaan we het nu doen. Dus we gaan daar naar Linus. Ik ben zo excited. Kijk, ik heb helemaal niet zulke lange nagels en zo, maar ja. Dit is before. Char, doe ook even nog snel je before. Even een goede before. Before. En straks de after. Nou, een beetje over keuzestress. Ja. Maar ik ben eruit. Ik ga deze doen, nummer 46. Op beeld is het wel heel anders, maar... Hij is very pretty. Meestje ga ik andere moet doen. Zoiets. Maar dat wil ik niet. Ik wil dat van de zomer dan. Ik vind deze echt mooi. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Oh my god, kijk dan. Voilà. Wacht, je ziet het nu niet zo goed. Jawel, kijk. Het ziet er niet uit, maar luister. Ik had dus een kleur uitgekozen. Ik was al heel lang bezig met welke kleur. Had ik dus die kleur uitgekozen, heb ik aan jullie laten zien. Ja, we zien die kleur niet. Dus toen dacht ik, stress. Dus zei ik, nou doe maar zelf als charm. Die was ook wel mooi. Maar die verkleurt dus... van warm naar koud. En nu komen we buiten en is het koud. Dus hij is nu aan het verkleuren. Dus hij is nu half donker, half licht. Ziet er nu echt niet uit. Maar als hij donker is, is hij wel wat mooier, vind ik. Dan is hij wat donkerder. Maar het is niet per se een kleur die ik zo snel zou uitkiezen, denk ik. Op camera is hij sowieso heel anders. Maar ja, ik had dus stress. Dus ik dacht, doe die gewoon. Maar... ja, ik ga nu gewoon, de volgende keer zijn ze ook wat langer, mijn nagels natuurlijk, want dan zijn ze weer wat gegroeid. En dan ga ik een ander kleurtje doen. Wat een lawaai hier allemaal, maar ja. Ja, jullie hebben het al gezien, ik laat het alleen maar zien. We gaan nu even naar Trekpleister, even kijken voor wat dingetjes. Heel snel, want ik weet niet of dit snel verandert, maar kijk. Het zijn nu gewoon twee andere kleuren. Het komt van, dus blijkbaar is mijn ene hand, hier is klopt wel, deze hand is warm, dus deze ligt en deze hand is koud. Een inwoner begon een digitale inzamelingsactie. Tanken is fantastisch. Het is niet dat ik hem... Oké. Oké, maar weet je wat het is? Het is niet per se dat ik het echt lelijk vind. Maar ik had gewoon dit nooit uitgekozen. Maar ik had stress, want mijn kleur was er niet meer. Toen moest ik snel. What the fuck? Hey, Charlie is er weer. Ik ging even kijken of het pakketje was geleverd. Maar zo te zien is dat niet. Was hij er nog niet? Nee. Kijk dit even, Char. Maar is dat ook een print? Oh my god, dat is lelijk, man. Oké, maar ik ga hem eens even unboxen. Mama die heeft haar nieuwe outfitje aan wat we voor hebben gehaald. Ik vind die broek wel mooi. Dank je. Vind jij mijn broek ook mooi pad? Nee, die ik aan heb? Nee. Ik heb helemaal geen broek aan. Niet mooi? Papa houdt er niet zo van. Dat is deze straight leg, zeg maar. Oh, ja, eigenlijk wel. Als je wel jij mooi moet kijken. Zijn jullie er klaar voor? Oh, misschien moet ik een batterij. Nee, hij zit niet op het dak. Even kijken. Oh, misschien moet hij aan. Oeh. Ga dan maar even appen dan, zeg maar. Ja, bellen gewoon gelijk even. Sorry voor mijn grote familie die altijd doorheen praat tijdens de vlog. Maar dit is de lampie. Nou, helemaal leuk. Ik heb net mijn nagels gel lak gedaan, maar ik heb een lamp gekocht. Cute man. Leuk man. Dit is mama de nieuwe pants. Kunnen we gewoon een remove doen, hè?
Ja, want hier zit iets ruim. Leuk, moes. Die wel goed zit, daar wordt hier niet veel kleiner. Leuk, leuk, lekker stoffie. En dan waar is die rode blouse? Tos. Kijk, matchie erbij. Helemaal leuk bij Anne. Top. Oké, ik zal even laten zien wat ik bij de Sarah heb gekocht. Ik heb wel een leuke beugel die jullie aan me kunnen geven. Ik heb dit topje, die heb ik al dus in deze kleur. Maar die heb ik nu ook in deze witte kleur. Met het broekje erbij. Dat is een setje. En dat broekje heb ik nu dus ook gekocht voor bij dit andere topje. En die broekjes en topjes heb ik allebei de maat S. Dat is eigenlijk het enige wat ik bij de Zara had gekocht. Verder was er niks in mijn maat, niks leuks. Mensen praten door mij heen. Maar ik heb ook deze leuke strap gekocht. Die heb ik bij Annemarie gekocht. Mensen denken even dat ik een duivel ben. Mensen denken dat ik een duivel ben? Ja. Hoezo? Ik ben het leukste kind uit het gezin. Ja. Maar dus. Kijk hoe leuk dit bij mijn shirt zo past. Maar deze past ook heel erg leuk bij deze tas. Nou, ik vond het gewoon helemaal leuk. En dat is het enige wat ik vandaag heb gekocht. Want er was niks meer leuks. Maar waarschijnlijk gaan we morgen dus naar Hoofddorp. Hé, Char! Het is al 10e keer dat ik dit zeg. Om Char te overtuigen dat we echt moeten gaan. Die is het niet helemaal mee eens, maar we gaan het toch doen. Moet ik laten zien wat jij hebt gekocht? Vind je dat leuk? Ja, mijn doel. Ja, mijn doel. Oké. Charlie heeft. Die gaan morgen barbecue. Wat wil jij ook even laten zien wat je hebt gehaald? Grillenrep. Dat is dus een barbecue voor die je op tafel kan zetten, dat je op tafel kan barbecuen. Op de boot. Op de boot, kan ook. Sleutel weet ik niet. Charf dit shirtje ten eerste. Ik zal even, mijn kat erin naar binnen. Dit laten zien. Ik weet niet of het snel scherp stelt, anders heb ik er geen zin in. Dit. En dit. Oh, dat was ook het enige. Dit is de toppie, die heb ik ook in het wit en in het roze. Dat zijn gewoon hele chille toppies. En die kost ook niet zoveel, die zit gewoon heel lekker. Ik heb een tas. Char heeft ook een tas, maar ik zal ook even een productcode van deze laten zien. Dan kunnen jullie dit ook opzoeken. Deze tas heeft Char van de Zara. En deze heeft ze dus van Annemarie, echt super leuk. Zo'n soort, ja, je ziet wel wat het is. Helemaal cute, met roesjes zo. En dit is productjescode van deze tas. Gaat dit? Oh zo. Zo, Mees en ik waren net echt een leuk film aan het kijken, maar we moesten stoppen omdat we gingen eten. En ik zit echt heel erg vol. Maar, wat zou ik zeggen? Dat, ja, we hebben dus nu al gegeten, want de kapster komt zo. We hebben dus een thuiskapper. Char heeft haar volgens mij gevonden of iets. Ik weet het allemaal niet. Char gaat haar verven. En ik ga het gewoon knippen. Nou ja, gewoon. Wel wat anders dan normaal, maar ik pak even deze spiegel. En die ga ik even meenemen naar beneden. Dat is misschien wel zo handig. Een before van je haar. Doe het maar even los. Zie je? Oh. Nou, dit is de before. Ik ga kijken. Ja, zit het goed? Nou. En straks de after. I'm so excited. Do, do, do. I just can't hide it. Maar was dat echt te wachten van, kan ik langslopen? Natuurlijk kan dat, liever. Nou ja, ik ben benieuwd hoe het gaat worden. We hebben even deze tafel van de kant geschoven. En Aki de spiegel neergezet. Dus, die echt veel beter. Dat je in de verf zit. Oh, ik was zeggen lamp aan. Ik ben vlogger. Oh, ben je vlogger? Wil je op de vlog? Ja, why not, hè? Dit is welkom een kapsel. Van mij, van Lois. Nou, Charles is in de verf. Jullie gaan straks eindresultaat zien. Heel charmant dit eigenlijk, hè? Mijn haartje nat gemaakt. Zoals je zag, zit Charles in de verf. Ik wil nu bijna ook gewoon eigenlijk een beetje lichtig houden, omdat je er nu toch al bent. Ik wil wel kijken. Nee, je mag wel even kijken. Oh, het lijkt wel geur. Ja, het is heel sterk wel geur. Van het licht. Het is echt mooi. Ja, het is heel echt heel blij. Mooi. Oké, guys, oké. Are you guys ready for this? Ja, kom maar. Kom maar. Oké, het is niet de mooiste verlichting, maar... Doe maar zo, dit is even een bouwlamp van papa. Kijk, dit is Char. Draai even mooi. Wauw. En dit ben ik wel. Wow.
Je ligt een shot wel. Ja, man, is dit mooi? Ja. Het is echt heel mooi. Ik zal wel wat foto's ook weer inzetten, dat je het ook beter kan zien. En een TikTok heb ik weer gemaakt, again. Helemaal leuk. En het is ook, het is nu wel, maar dat, ik vond het stijl ook heel leuk. Dus krullen maakt het een beetje meer hipster, een beetje achtig. Oké, nou, helemaal leuk. We zijn er echt blij mee. Hallo, hallo, hallo. Het is donderdag, één dag voor Char de verjaardag. Yeah. En Char is een blondie. Ik heb het gisteren al een beetje laten zien. Maar nu zie je het echt wat beter. Ik zal dus even een before en een after foto van Char erin doen. En een filmpje. Het is echt super mooi. En ik heb mijn haar. Ik zat het gisteren gekruld voor mij. Vond ik heel leuk. Maar ik denk dat ik toch maar wat fan ben van het stijlen. Ja. Nee, dit is mijn haar met die plukkie. Zou ik ook wel een before en after doen. En mijn TikTok erbij zetten, want daar heb ik weer een filmpje van gemaakt. Helemaal leuk. Char en ik wouden foto's met onze nieuwe lookie natuurlijk. Dus we gaan nu even kijken of we misschien ergens een fotootje kunnen maken. En zo niet, dan niet. Ik heb dit shirtje aan. Die is van Shine. Blazer van XOBO. De rest boeit niet echt. Char ziet er ook leuk uit. Ik had dit topje. Weet nou niet goed wat ik ervan vind. Maar ik dacht, nou, met dit haar. Zeg wel leuk. Char zei ook al, je begint echt hipster te worden. Ik zei vroeger altijd tegen Char van, ja, je begint echt een hipster te worden. En nu zegt Char tegen mij, maar ik snap het wel met dit haar en dit shirtje. Ja, tot zo. Doei. Zo, goedenavond. Het is een andere week dan dat ik de rest van de week vlog heb opgenomen. Maar dat komt omdat ik was me aan het editen en ik zat nu al op een half uur. En ik kwam er nog heel veel beelden bij. En dan zit ik echt zeg maar op 45 minuten of zo. En dacht, nou ja, een half uur max echt wel. Want anders wordt het gewoon echt niet leuk om naar te kijken, denk ik. Dus Tim, ik ga toch je advies opvolgen. Ik ga deze week vlog gewoon in tweeën doen. En dit is heel random afgesloten, want deze donderdag gaat in de rest van mijn week, in mijn volgende week vlog dus verder. Deze komt gewoon de woensdag online. En dan zal ik die andere de vrijdag online zetten. Ook gewoon 12 uur. En dan zie je de rest van mij donderdag. Want die heb ik ook gewoon in twee gesplitst. En in mijn volgende week vlog ga je dus nog Char de verjaardag en alles zien. Maar ja, wat ik zeg, ik dacht van een half uur max. Meer niet. Dus ik ga hier bij deze week vlog. Oh my god, hard of all. Mijn telefoon staat dus hier voor een lampje. Maar die viel om. Ik ga hierbij dus deze weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie me leuk vonden. En ja, ik hoop dat jullie deel 2 ook leuk gaan vinden. Maar tot bij mijn deel 2 vlog. Mwah.